Gisteren maakte de Nederlandse commandant de strijdkrachten onder Eichelsheim bekend dat ook Nederland nu als tweede lid. Uh, land open staat om troepen te leveren aan Oekraïne. Inderdaad, Rutte zegt dus wat anders. Maar dit is uh, de tweet, de betreffende tweet. waar heel veel mensen op zijn aangeslagen. Lydia, maak jij je nu zorgen? Um, nou, ik zit vooral met verbazing hier naar te kijken. Want het is inderdaad zo dat de Tweede Wereldoorlog is. Hè, de laatste oorlog hier op Nederlands grondgebied geweest. dat is nu wat 80 jaar geleden. Uh, dat is misschien een te lange vrede geweest of zo. Dat er heel veel mensen wel heel makkelijk zijn gaan nadenken over oorlog. en alles wat erbij komt kijken. wat voor verwoestend effect dat heeft ja. op een maatschappij. Bij. Ik, bedoel, ik ken mensen die een trauma hebben... omdat hun ouders een oorlog hebben meegemaakt. En de manier waarop er nu zo makkelijk over oorlog wordt gesproken... zeker vanuit linkse hoek, die normaal gesproken heel erg van... de peace is geweest en dat ja. soort dingen. Ja. Ik vind, ik, ja, ik weet niet... Ja, waar ik naar mensen naar als Rutger, Rutger Brechtman die zeggen... we moeten granaten kopen in plaats van kunst en zo. Het ja. dus is misschien ook heel makkelijk als je zelf geen kinderen hebt... of als je niet bereid bent om zelf mee te vechten. Want dat speelt ja. natuurlijk ook een belangrijke rol... in deze oorlog in Oekraïne. Is Dat wij niet voelen nog daadwerkelijk... Dicht bij huis wat, dat da wat oorlog echt betekent. Hè? Hoe destructief dat is en hoeveel mannen in Oekraïne al de dood in zijn gejaagd. Hè? Aan beide kanten, natuurlijk ook. Maar dat is, dat is echt iets wat nog niet is ingedaald bij ons. De beste, hoe is de uitspraak precies? Hè? De beste manier om, om vrede te krijgen is to prepare for war. Om voor oorlog mm. voorbereid te zijn. En ik maak dat me niet zijn zozeer... we toch helemaal niet? Ja, nou, precies. Maar ik ja. maak me dus in die zin niet zozeer zorgen over wat Poetin gezegd heeft. Maar ik maak me veel meer zorgen over dat wij niet klaar zijn om zelf oorlog te voeren. Nee, hoe dat zou dat dan ja. Jarenlang hebben we budgetten gekort. We hebben oud materieel. Ik spreek met soldaten. En die geven mij aan: ja, we zijn op, op schietoefening. Maar we krijgen maar een derde van de, van de munitie. Want ja, er is tekort aan munitie. En, dus, dus we zijn gewoon zelf niet voorbereid. Als wij goed voorbereid zijn, is het voor ons geen enkel probleem om ons fatsoenlijk te kunnen verdedigen. En ik denk dat het daar uh, ja. vooral aan ontbreekt. Ik schrik elke dag weer van die, van die drift die hier heerst naar escalatie. En uh, nogmaals, ik, ik heb het net ook al gezegd: als je die escalatieladder gaat beklimmen, dan is er geen hou meer aan. Ik denk dat iedereen zich moet realiseren, zowel uh, aan de kant van Poetin als de, aan onze kant, dat elk conflict eindigt in onderhandelingen. En die kunnen, wat mij betreft, niet vroeg genoeg beginnen. Laat ze in godsnaam gaan onderhandelen, want uh, we moeten stoppen met het laten omkomen met het doodmaken van al die jongens daar. Elk geluid in de, in de politieke arena in Nederland, maar in, in heel Europa... Uh, elk geluid dat pleit voor het openen van vredesonderhandelingen... Ja. wordt weggehoond, werkelijk. Waar zijn de volwassenen? Niet zomaar weggehoond. De ja. mensen die daarvoor pleiten, die worden meteen weggezet als landverrader. Het is een volstrekt taboe om over vrede te praten. En uh, op het moment dat je, dat je weet wat oorlog is en je ziet dat een hele generatie, misschien wel twee generaties jongens, jonge mannen... zijn verdwenen, uiteengereten in de, in de vleesmolen van, van, de, van de oorlog daar... dan denk ik, dan is het inderdaad te lang geleden dat wij een oorlog hebben gekend. En dan doet het mij herinneren aan, aan de, de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog... waarin de Duitsers zich verheugden op een Friese vreulijke kriek... Hmm. Er bestaat geen Friese Het is, Het is een ellende. Het is alles gaat kapot. Levens, alles. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.